Goedemiddag, ik kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We beleven vandaag de warmste 29 mei sinds de start van de metingen. Zojuist is de temperatuur in El boven de 32,2 graden uitgeklommen, en dat betekent dat we een record hebben verbroken. Op hetzelfde moment was het op ter Schelling slechts 14 graden, terwijl hij eerder vandaag al 18 tot 20 graden was geweest. Maar daar was een noordenwind opgestoken en die brengt koude lucht. Die koude of koele lucht, beter gezegd, verovert nu langzaam het noordwesten. Maar tegelijkertijd hebben we nog steeds warme lucht over grote delen van het binnenland van Nederland. En dus houden we hoog, hoge temperaturen. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan moeten we gaan wachten op de regen- en onweersbuien. Want op die grens tussen die koude en die warme lucht gaan de buien ontstaan. Dit is het beeld voor vanavond 10 uur. En dan zien we pas dat de buigheid flink toeneemt. Tot die tijd is het slechts een enkele lokale bui. Maar in de late avond en nacht verwachten we een gebied met zwaardere buien. Regen, onweer, hagel en windstoten zijn dan mogelijk. Dan dus op uitgebreide schaal nattigheid tot... Halverwege de avond, dus tot 9 uur vanavond, zal slechts een enkele regen of onweersbui zijn, en dat dan vooral in het zuiden van het land. Voor Nederland is er daarom code geel uitgegeven, en zoals je ziet op deze Europese kaart, we zijn niet de enige. Vanuit het zuiden van Frankrijk tot aan Nederland, dat hele gebied krijgt vanmiddag en vanavond te maken met die onweersbuien. Nou, dat slechte weer, dat houden we dus vanavond en ook vannacht. maar morgenochtend dan trekt het langzaam weg. Temperaturen vanavond. Nou, ik heb nog 20 graden in het noordwesten staan. Maar dat is misschien wat te hoog. Want die noordenwind zorgt daar toch wel voor een behoorlijke afkoeling. Dus misschien moet die op 16, 17 graden staan. In het binnenland 22 tot 25 graden. En zodra daar de buien gepasseerd zijn, gaat de temperatuur ook dalen. In de nacht komen we dan uiteraard op lagere waarden uit, zo rond de 15 graden. En zoals al gezegd, ook dan zijn er een paar stevige buien mogelijk, vooral landinwaarts. In het noordwesten lijkt het allemaal wel wat rustiger te blijven. Dan morgen overdag dan is de tropische lucht verdreven. Langs de oostgrens wordt het nog zo'n 23 à 24 graden. En verder hebben we in de ochtend nog wolkenvelden en nog een enkele bui. En in de middag blijft het grotendeels droog. En dan gaat de zon vaker schijnen. Een westelijke wind die houdt de temperaturen onder de 25 graden. Ja, voor de rest van de week ziet het eigenlijk best goed uit. Ik hou tenminste van droog weer en geregeld zon. En dat is precies wat ik voor woensdag, donderdag en vrijdag verwacht. Temperaturen daarbij ook best aangenaam. Zeker landinwaarts 22 tot 25 graden. Vrijdag misschien zelfs 26. In de kustregio is het bij wind van zee uiteraard wat frisser. Dat geldt vooral nog voor de woensdag. Op de Waddeneilanden dan 16 graden. In Zeeland 20 tot 23 graden. Maar als donderdag en vrijdag de wind wat meer van land waait, dan wordt het ook aan zee een fractie warmer. Prima vooruitzichten dus toch wel. Dan nog even de verdere vooruitzichten. Nou, Na die kleine stijging zo richting de vrijdag zien we dat het Pinksterweekend een behoorlijk afkoeling biedt. Temperaturen dan uh, rond de 20 graden en de kans op buien neemt vanaf zaterdag ook weer toe. Dus uh, geniet ervan de komende dagen en in het Pinksterweekend dan moeten we vooral binnen doorbrengen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.